Skyline Sport. Met vandaag de wedstrijd Blauw-Geel 38 tegen TEC. 10 jaar geleden, op 30 oktober 2005, troffen de twee teams elkaar voor het laatst hier in Veghel. Blauw-Geel won die dag met 6-1 en TEC degradeerde naar de tweede klasse. Vandaag liggen de belangen anders, althans voor de bezoekers uit Tiel, die bij winst de kampioensvlag mogen hijsen. Voor de Veghelaren is er vandaag alleen een uitdaging om van de gelauwerde kampioenskandidaat te winnen. Gaat dat gebeuren, dan is Schemert, mits het wint van het gedegradeerde De Valk vandaag, de kampioen en promoveert naar de topklasse. Henk Leatemia, trainer van TEC, en dat is geen onbekende. Jaren speelde hij hier in Veghel zaalvoetbal bij de Schoenreus en vermaakte het publiek met zijn virtuose voetbalhoogstandjes. We gaan naar de opstellingen. Ja, Blauw-Geel 38 zonder Brian Peters die zijn enkelbanden afscheurde. Wel met Desley Schilders die na het vertrek van Giovanni Enskes zijn kans met twee handen aangrijpt. En uiteraard is in de spits Verbakel, Schepers en Van der Zanden. Krijgen we een opstelling van TEC. De bekende namen. Met de nummer 7 De Wind en nummer 11 Sanaki. En daarvoor uw speciale aandacht. Twee broers, Joël Sanaki en Nemanja Sewaki. Een zonnig sportpark. Waar de mensen die moederdag trotseerden, ja, kregen toch een leuke wedstrijd te zien. En dan vooral van de kant van TEC. Die meteen begint met de fikse overtreding hier. Van de nummer 4. En dat is Leon Hezen, oud-prof. De Tielenaren waren in grote getale naar Veghel gekomen. Het hele sportpark kleurde oranje vanmiddag. En Blauw-Geel was zeker niet minder. De eerste 25 minuten. Echte kansen kwamen er niet. Maar ze drukte TEC wel volledig in de defensie. En deze schot wordt geblokt. Goeie keeper bij TEC. Ja, Sman, zo heet hij, ja. Zeker een 800 toeschouwers. Waarvan heel veel uit Tiel. Jip Bartels gaat door op links. En krijgt daar Gerke van Akker tegen. Komt de corner. En daar grijpt Jeffrey Vendrig volkomen mis. En het is... Het is een kopbal van Joël Sanaki die de Tielenaar op 0-1 brengt. En dat allemaal uit een corner van Jip Bartels. Ja, dat is wel leuk als je kampioen kan worden in een uitwedstrijd en je komt met 1-0 voor. Ja, en hier is het zelfs al 2-0 door Jip Jip Bartels. Jeffrey Vendrig kan de bal niet onder controle krijgen. Het is een voorzet van Martijn van Gessel hier aan de bal. Komt die voorzet. En dan een kopbal in eerste instantie van Jip Bartels. Vendrig krijgt hem niet onder controle van dichtbij. En dan is het Bartels zelf die het de 0-2 voor zijn rekening neemt. Ja, en dan is eigenlijk de wedstrijd gespeeld. 2-0 achterstand na een half uur in de eerste helft. Dat is heel erg veel. Tiel ging gewoon lekker door. En hier redt Jeffrey Vendrig. Hij is een beetje kwaad omdat er vergeten werd terug te spelen. De Wind, Curtly De Wind. Verschrikkelijk goede voetballer. Snelheid heeft hij. Hij was echt op de brommer vandaag op het sportpark in Veghel. Ja. Ja, het is Stijn van Vessen die zijn gram haalt op Joël Sanaki. En daar krijgt hij geel voor.
Ja, en hier kwam Blauw-Geel ook goed weg. Tech ging al langer om meer de overhand krijgen. Ze namen ook het initiatief. Prachtig team met hele creatieve voetballers. Waar altijd het voetbal wint, zeggen we dan. En dat is nummer 8 is Nehemia, zo heet hij, Sanaki. Een broer van Joël. Althans, dat is ons verteld. Weer een aanval van Tech. Ja, we hebben er echt niet veel in geknipt hoor. Tech was gewoon na een half uur tegen rustig beter voetballen. We waren sterker. Straalde veel meer wil uit. En dat is misschien wel het extra gen wat loskomt in je hersenen als je kampioen kan worden. En Blauw-Geel keek erna. En hier is het zelfs op slag van rust Sanaki die er 3-0 van maakt. Hij krijgt over alle gelegenheid. Kapt Sten van Vessem nog een keer uit. Ja, geweldig. Geweldig, wat een doelpunt. Een lijstje eromheen, echt waar. Prachtig. We zitten in de tweede helft. Een stukje doorgedraaid, we zitten al in de wissel. Dobbelsteen komt in het veld voor Ralf van der Bogaert. Was een beetje geblesseerd. Ja, Ralf stond 2 keer in de basis. Geweldige wedstrijden. Speelde heel goed. Vorige week en deze wedstrijd was het weer wat minder met Ralf. Maar hij is nog jong. Hij gaat volgend jaar naar top. En ik ben ervan overtuigd dat hij zich daar zal gaan laten gelden. Danny van Bakel haalt er een corner uit. Ten koste van Walter Klomingi. Ja, dan moet je ook een beetje geluk hebben. Maar de bal belandt in de handen van Sman. Hier hebben we Kurtley. Kurtley de wind weer, zet voor. Ja, en dan is het voor Jip Bartels een kleinigheidje om in te tikken. Sven van Vessem komt nog bij Bartels aangelopen, maar is te laat. En het staat 0-4. Ja, en dat waren nog zo'n beetje de verhoudingen. Goeie spits, 9, Bartels. 22 jaar pas. Vrij jeugdig team. Tech. En dan kunnen ze mee vooruit in Tiel. Het team dat is samengesteld door Gerry Vink. En in samenwerking met Henk Geleatemia, de trainer. Vink is, zoals je weet, assistent trainer bij Ajax. Of hij traint A2 van Ajax. En hij is zowel een beetje het brein, het non-working brein, zo moet je dat zeggen, achter Tech. Voor een goede zaalvoetballer in Veghel. Daar herinneren we ons nog van. En deze bal gaat voorlangs. Ja, dan komt Rens Wiekema. Ook hij kreeg nog een, hij mocht nog even spelen. En achter hem staat Guus Peters al klaar. Hij komt er ook in. Hij kreeg nog even de gelegenheid om zich te laten gelden voordat hij naar SBC in Zon vertrekt. En voor hem vertrekt Sander van Weert. Hoppa. Er gaat de wind weer. Doet zijn naam eer aan. Zocht altijd een voetballende oplossing. Prachtige voetballer. Danny van Bakel. En dan gaat die bal tegen de paal. Van Bakel had geen geluk. En dan hoort u het publiek al aftellen. En de scheidsrechter van de Hurk die snapte dat helemaal. Hij trok geen minuut bij en dat was ook nergens van nodig. Ja, en dan barst er een feest los. De bekende taferelen bij een kampioenschap. Ja, Erwin van Breugel, trainer van Blauw-Geel. Laatste wedstrijd van het seizoen. Een schrijnende nederlaag. In ieder geval een teleurstellende, zo wil ik hem noemen.
Ja, teleurstellend. Ik hoorde net van Guus Peters dat jullie toch met z'n allen zo voorgenomen hadden om het Tech echt niet cadeau te geven. En dan, dan gebeurt dit. Ja, nou goed. Ik vind dat wij het eerste kwartier gewoon goed starten. En daarin krijg je een aantal mogelijkheden. Ik zal niet zeggen grote kansen, maar de eerste beste kans die hun krijgen is eigenlijk niet eens een kans uit de corner. Die koppen ze binnen. Ja, dan helpen ze in het zadel. En de tweede kans die ze krijgen is 2-0. Ja, dan kun je zeggen van een schrijnende nederlaag. Ik vind dat we daarna tot het teleurstellend werd. Ja, vooral in de tweede helft. Want ja, de 3-0 was het slot op de deur. Of zoals was geschreven wordt, daar werd de wedstrijd mee vermoord. Want er kon niks meer gebeuren. Nou ja, goed, ik vond na de 2-0, tot het gewoon gespeeld was. En dat mag niet. Alleen ja, goed, het gebeurde wel. Want wat ik zeg, ik vind dat wij tot de 1-0 of de 0-1, vond ik dat wij duidelijk lieten zien dat wij gewoon wilden winnen. En ik vond ook dat we in die fase gewoon goed deden. Maar goed, wat ik zeg, als je dan 0-1 achterkomt en vrij snel dan een 0-2 en uit twee kansen scoren ze twee keer, ja, dan wordt het er niet makkelijker op. En dan zijn hun goed genoeg om daar gebruik van te maken. Had je dit soort Tech of dit Tech verwacht? Ik vond ze het eerste kwartier niet eens goed spelen. Omdat ik vond dat wij bovenliggend waren. Alleen je weet, als je na de 2-0 en je moet op het moment wat hoger druk gaan zetten, ja, dan hebben hun wel echt wat vermogen om daar goed onderuit te komen. Ik denk de beste van alle hoofdklassers uit de hoofdklasse B. Dus ja, ze werden een beetje in het zadel geholpen en vandaar hebben ze gewoon fantastisch afgemaakt. Ja, je vindt dus wel dat Tech een terechte kampioen is? Ja, heel simpel. Als je aan het einde van de rit bovenaan staat. Maar buiten dat? Nee, ja goed, maar dat zijn wel de feiten. Kijk, wat ik ervan vind, dan denk ik in ieder geval dat ze een heel goed team hebben. En tot er ook andere teams mee hebben gedaan tot het einde heeft gebleken. Maar als jij achteraf als laatste, de laatste wedstrijd bovenaan staat, dan ben je de verdiende kampioen. Vind je jezelf wat te verwijten? Nou, ik vind dat wij tweede seizoenshelft in de topwedstrijden, om het zo maar te noemen, tegen de top 5 hebben we alles verloren. Ja, en daar hebben we voor de winst op de wedstrijden wel van gewonnen. En als je die punten erbij optelt, ja, dan had je denk ik tot het had wij misschien wel hier zo kunnen staan. Maar dat is niet zo. Dus ik vind dat wij ook goed moeten nadenken van wat hadden we beter kunnen doen en ja, dat we meenemen richting de toekomst. Ja, dan kan je natuurlijk zeggen van als. Maar ja, je had vandaag Brian Peters niet. Is toch altijd een leuk om die in de aanval te hebben. Heeft altijd wel een actie. Ja, en Giovanni Henskes is weg. Het zijn wel twee kanjers uit het team die je mist. Ja, maar goed, daar wil ik dan niet in ophangen. Nee, dat siert je ook wel. Maar het zijn wel feiten. Je kan niet eindeloos blijven wisselen. Nee, kijk, natuurlijk mis je veel kwaliteit. Hè. Brian Peters is dit seizoen volgens mij je meest scorende aanvaller. Ook heel dreigend geweest, heeft goede stappen gemaakt. Nou, Giovanni is gewoon heel erg belangrijk geweest in de opbouw, gewoon in de verdediging. Dus ja, die mis je wel. Dat mis je wel. En ik denk dat we gedurende heel het jaar best wel veel wat jongens hebben gemist. Rins, Danny, Brian Peters, Giovanni de laatste weken. Nou, daar hebben we nog een aantal andere jongens met blessures tussen gezeten. Alleen ja, goed, ik vind het team moet goed genoeg zijn om bepaalde dingen op te kunnen vangen. En dat is heel vaak goed gegaan. En ja, na Deurne is eigenlijk een beetje het kaarsje uitgegaan. Goed, ik zou zeggen, ga lekker vakantie vieren. Dan een paar trainingjes en dan zit het seizoen erop. Ja, dan welverdiend vakantie. Guus Peters, je zei het net al voor toen de wedstrijd afgelopen was. Dan mag ik een keer op tv komen en dan hebben we verloren. Ja, we hebben dik verloren en ik denk dat we verdiend hebben verloren vandaag. Zij waren twee klassen beter, dus terechte kampioen denk ik. Ja, en Geemert zullen ze wel zeggen dat het verkocht is. Ja, als je na 35 minuten met 3-0 achter staat, dan snap ik wel dat ze dat denken. Maar dat was zeker niet het geval. We hadden vooraf echt het gevoel van zij gaan hier niet winnen. Ik denk dat we het eerste kwartier ook nog wel redelijk begonnen. Alleen ja, de eerste corner was gelijk een doelpunt. En toen zakte het wat weg en zij bleef heel goed voetballen. Ja, het was je laatste wedstrijd. Heb je er nog aan gedacht? Althans, je laatste wedstrijd voor Blauw Geel. Heb je er nog aan gedacht tijdens dat je op de bank zat en toen je mocht vallen? Nee, er is vooraf wel, als de mogelijkheid was, weet je wel, dan kon ik nog wel even spelen. Nou, gelukkig is dat nog gebeurd. Wel bij een 4-0 achterstand. Het was leuk geweest als het nog spannend was geweest. Maar ja, wel lekker om nog even gevoetbald te hebben. Ja, vraag je dan af waarom heeft Tech in die hele competitie niet zo goed gevoetbald? Als ze het op het einde aan hebben laten komen. Want ja, dit is gewoon een fantastisch team. Ja, ze zijn heel goed. Ik heb niet elke wedstrijd natuurlijk gezien. Al moet ik zeggen, toen wij daar uitspeelden, toen waren wij het eerste half uur ook beter. Maar ja, als zij eenmaal in een spel komen en volgens mij zijn ze vooral de laatste weken heel goed op dreef. Ja, dan moet je zeggen dat ze, als ze zo spelen, zijn ze het beste team van de competitie. Het is wel een schrijnende nederlaag voor Blauw Geel, 4-0. Ik denk dat we een heel eind terug in de boeken moeten, willen we nog zo'n nederlaag kunnen vinden. Ja, we hebben 2 jaar geleden denk ik van Dongen hier 0-5 keer verloren, die ook pijnlijk was.
Ja, natuurlijk is het lullig als er zoveel publiek staat. Die verwachten ook wel wat. Ik bedoel, we hebben heel het jaar mee bovenin gedaan. Die denken ook Tech uit naar blauw-geel. Dat kan nog spannend worden. Als het dan na een half uur beslist is, dan is het niet leuk voor ons, niet leuk voor het publiek. En ja, de laatste 10 minuten ging eigenlijk nergens over. Dat was zomeravondvoetbal. Ja, de 3-0, daar werd de wedstrijd mee vermoord, hè? Vlak voor tijd, of vlak voor rust. Ja, bij de 2-0 werd het al lastig. Maar toen die 3-0 net voor rust viel, toen was het al over, ja. Ja, je gaat komend seizoen over naar top in Os. Ik kan vragen, heb je er zin in? Maar ja, dat is een understatement. Ja, ik heb er heel veel zin in. Het is ook wel lekker om nu even vakantie te hebben. Maar nieuw begin, frisse wind, wel lekker. Dan kom je volgend jaar toch weer tegen blauw-geel uit. Ja, daar kijk ik nu al naar uit. daar kijk je naar uit. Ja, hoe lang heb je nou hier in het eerste elftal gespeeld eigenlijk? Vijfde jaar is dit. Dat is 5 jaar, ja. Eigenlijk dit jaar pas dat je aan wisselbeurten toe kwam. Ja, altijd eigenlijk gespeeld. Eerste jaar toen bij Maarten Vught erbij kwam. Ook op... Hadden we die terug? Toen ook op de bank begon inderdaad. En toen eigenlijk altijd gespeeld. Dit jaar is er voor andere jongens gekozen. En weet je wel, dat is de keuze van de trainer. En daar kun je weinig aan doen. Behalve jezelf bewijzen. Ja, je hebt inderdaad vaak wissel gezeten. Althans niet in de basis gestaan. Weet je dat aan jezelf? Weet je dat aan de trainer? Of was het de bewuste klik niet of de chemie? Nee, aan de klik wil ik het niet ophangen. Ik bedoel, ik denk dat ik gewoon naar mezelf moet kijken. En Soufiane is er dit jaar bijgekomen. Daar speelde ik vorig jaar op die positie veel. Hij heeft het gewoon heel goed gedaan dit seizoen. En dan moet je ook zo reëel kunnen zijn om te zeggen dat andere jongens het heel goed hebben gedaan. En dat ik misschien een minder seizoen heb gedraaid. Nou, ik wens je fijne vakantie en een goede tijd bij Top. En we komen elkaar tegen. En volgend jaar rammen ze er hier weer tegen, Guus, hè? Ja, doen we. Dank je. Ja, de uitslagen van vandaag. Baronie Groenester 1-0, AWC Udi 1-2 ging nergens meer om. Dosco Deurne 8-0 ging ook eigenlijk nergens meer om. Dosco heeft al een periode. Ja, en dan uiteraard Os, heel knap. Bon van Doren van Dongen met 3-0. En Os gaat ook voor de periode spelen. Ja, elftal is goed op dreef de laatste tijd. Ja, en dit is de eindstand in de hoofdklasse B. U ziet het, Tech, de glorieuze kampioen. De Valk en AWC degraderen. En Schijnel en Deurne mogen het in de nacompetitie gaan proberen. We hebben geen periode kampioen in deze regio. U zult het zonder hoofdklasse voetbal moeten doen de komende maanden. We danken u voor het kijken. We zeggen graag tot in september. Dan zijn we weer terug met de Skyline Sport. En dan uiteraard met de meeste mooie wedstrijden van deze regio. Skyline Sport.